Wat is nou echt het beste? Ja, dat maakt eigenlijk niks uit. Het is, het is, het is, uh, kijk, het is met de Nordman wel zo. Het is eigenlijk met iedere kerstboom zo. En de laatste jaren hebben we dat eigenlijk niet meer. Het allerbeste is dat een boom, voordat die gezaagd of gekapt of uitgehaald wordt, dat die vorst heeft gehad. Maar ja, omdat we niet zoveel vorst meer hebben. Maar ik, ik, de, de Noordmannen die meestal uit Denemarken of uit Zuidenland, of ik wel vandaan komen, die in Denemarken kappen ze ze al vrij vroeg, omdat er natuurlijk heel veel gekapt moeten worden. Die gaan op pallets en dan gaan ze de koelsel in om ze zo goed te houden. Dus En dan ja, wil het wel eens zijn, als het toch een beetje zachte temperatuur is, dat die toch wel iets eerder de naald laat vallen. Kijk, maar de Noordmannen zijn meest, of de Amorica, zijn meest allemaal bomen die toch wel eh, uit Nederland of uit België of hier in de omstreek vandaan komen. En dan is het afspraak maken met de kweker om ze zo laat mogelijk te rooien. En uh, ja, om, ze, om, om ze dan zo vers mogelijk te hebben. De meest verkochte bomen zijn de Noordman en de uh, Picea Amorica. Picea Amorica is een fijn spa, dat is een beetje blauw-groen. En uh, ja, de Noordman is landelijk heel erg bekend. Dus, uh, ja. Noordman uh, is eigenlijk een boom die bijna geen naald laat vallen, uh, die, die droogt in. Dus die, die laat hem niet vallen, maar die droogt in. En de Amorica. De Amorica's zijn allemaal met kluit. Daar is een, een boom die zet men in een emmer of in een mand. En die kan men om de anderste dag een beetje water geven. Dan blijft die boom toch drinken en dan valt er altijd niet uit. Er valt allicht altijd wel iets uit, maar ja, dat is, dat is niet heel. Een boom met kluit, kan die zo de tuin in? Uh, ja, uh, een boom tot uh, anderhalve meter wil nog wel gaan groeien, maar als je groter is dan wordt het toch een beetje moeilijker omdat er een boom is die wordt puur gekweekt voor kerst. Uh, die wordt uh, geplant, die wordt uh, zes of zeven jaar later uitgehaald, dus die dikke wortels worden afgestoken, dus die hebben niet zo heel veel overlevingskansen meer. Het is puur dat de boom toch nog een beetje kan drinken, binnen niet zo snel uitvalt, maar als je rond de twee meter gaat zitten, gooit hem maar weg, want het is, het is uh, ja, één op de duizend die misschien gaat leven.